Kijk, hierin zit mijn gemarineerde gedoe. Hersenen. Oh, kan je daar spiesjes van maken? Wat is dit? Paneer. Gewoon een beetje om en om. Lekker. Nou, als dit geen hete kolen zijn, weet ik het ook niet meer. Oei. Er zit een spinnetje. Heb je hem? Nee, er zijn er nu veel meer bijgekomen. Kom even mij helpen. Er hangt een gozer aan mijn verwarmingselement. Dat kan niet. Nee, maar gast. Nee, oké, ik ben weg. Yo, ja, dat is wel een grote. Ik ben hier niet bij. Maar alsjeblieft, ik ben er echt bang voor. Zit hij nu in mijn tas? Nee, helemaal niet. Maar ik doe het even met een vliegenmeppertje. En ik kom zo naar buiten. Boep. En als je hier toch bent, wil je misschien ook die weghalen? Jeetje. Nee, maar dat kan ik ook niet. Dat kan gewoon. Dan kan ik niet slapen. Ja, maar meid, die zijn hartstikke goed tegen muggen. Weet ik, maar ik vertraag het even niet. Oh, daar gaat hij. 1, 2. Boep. Nou, heb je muggen. Maakt me niet uit. Vind ik helemaal prima. Hé, dit valt me een beetje van je tegen. Ik weet het. Maar het is echt het enige waar ik het bij heb. De onverwoestbare Eva Jinek. Dit is mijn probleem. Helemaal van de apropos door een spin. Ja. Jullie hebben allebei dit jaar best wel ook even een soort hik gehad, toch? Jij met, nou ja, dat was best wel een heisa om die hele vertaling toen van... Ja, het gedicht van Amanda Gorman. Ja? Nou, allereerst was ik weer enorm vereerd mee dat ik mocht doen. Dus ik had helemaal niet gedacht dat er zoveel ophef zou komen. Ja, dat was wel even een storm die over me heen kwam. Dan krijg je de halve wereld ineens over. Ja, dat is gewoon best wel bizar wat er gebeurt. Kijk, we hadden zo bekendgemaakt van, nou, dat ik dat ging doen. Hè. Amanda was daar blij mee. Ze had zichzelf voor gekozen. Ze had ook de keuze. Het was dinsdag werd bekendgemaakt. En eigenlijk vrijdag heb ik me teruggetrokken. Er kwam gewoon zoveel over me heen. En ik dacht van ja, en ik kijk nu zoveel mensen met mij mee. Van of ik het wel goed doe. En of ik het wel de juiste persoon ben. Of ik het wel kan. Ja. Dat was voor mij niet meer fijn om het te doen. Je kon het al bijna niet meer goed doen. Nee, ik kon het niet meer goed doen. Maar Amanda had jou goedgekeurd, toch? Ja, Amanda ja. wilde dat jij het gedicht ging vertalen. Na de ophef was het nog steeds van, we willen gewoon dat jij dat gaat doen. Maar hoe ga je er dan mee om op zo'n moment? Ik was wel geraakt. Ik was wel even verdrietig. Dus ik had ook een beetje het idee van, ik heb iets heel verkeerd gedaan. Ik heb iets verkeerd aangepakt. Ja? Dat, ja, ik dacht ook van, alles wat ik op heb gebouwd stort nu in. Gewoon, ja. Maar dat komt omdat het dan zoveel ineens van alle kanten op je afkomt. Ik heb daar toen een gedicht over geschreven. Ja, dat was mooi. Echt voor mij het antwoord van waar alles in stond. Ik dacht, ja, ik ga niet een interview doen. Ik kan beter opschrijven dan dat ik het zeg. Maar ik was wel geschrokken dat er zo weinig discussie mogelijk was. Ja. Dat is jammer. De discussie wordt gewoon ontnomen eigenlijk. Ja, je wordt wel gauw monddood gemaakt, denk ik. Hey, en over mensen monddood maken gesproken, Eva. Ja, dat is ook wel akkefietje, hè? In de studio. Never a dull moment. Luister, ik weet een mop. Een politicus en een cabaretier lopen een talkshow in. Ja? In het begin is alles nog goed. In het begin is alles goed? In het begin is alles nog prima. Eigenlijk gaat het heel lang heel goed. Eigenlijk gaat het heel lang heel goed. Ja. En dan gaat de cabaretier, gaat de politicus ineens afzitten branden in een column. Ja. Ja. En dat doet hij op jouw visitekaartje eigenlijk. Ja. Heftig. Ja. Ja. Heb je daar verantwoordelijk voor gevoeld? Tuurlijk. Ja? Alles wat daar in die studio gebeurt is mijn verantwoordelijkheid. Zeker. De hele setting van mijn programma is dat je aan een tafel zit op basis van gelijkwaardigheid en dat je met elkaar kan praten. En ik hoef echt niemands handje vast te houden, ik hoef echt niemand te helpen. Iedereen kan voor zichzelf opkomen, behalve als de regels veranderen en je daar zit en niet meer terug kan praten. Ja. En dat is dan niet goed. Nee. Mensen moeten erop kunnen rekenen dat de spelregels niet halverwege het spel veranderen. En dat gebeurde wel waar ik bij zat. Ja. Oh, ik weet ook wel dat als iemand praat, ga ik ze niet onderbreken. Dat zou ik nooit doen. Nee. Je moet altijd een kunstenaar of whoever zijn of haar werk laten afmaken. En dan kan je daar een oordeel over vellen. Als dat niet goed gaat, dat vind ik natuurlijk, dat vind ik natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Ja. Dat kan je niet anders zeggen. Ja. Misschien had je ook een gedicht of een... Als ik dat kon, had ik een gedicht geschreven. Het enige wat ik kan doen, is de volgende avond er weer gaan zitten. En ik kan het niet ongedaan maken. Nee. Ik bedoel, ik heb maar één ding en dat is mijn reputatie. Dat is het enige wat ik heb.
Je kan een reputatie hebben van 20 jaar... en dat kan in 10 seconden weg zijn door iets wat verkeerd gaat in een live programma. Ja. En dat aanvaard ik wel, het risico, want dat maakt het spannend, hè? Dan zeg je, ja, ik heb boeiend werk. Ja. Er kan van alles en nog wat gebeuren. Ik kan niet voorspellen wat de uitkomst is. Dit is de keerzijde daarvan. Dat er iets gebeurt onder jouw naam... wat niet volgens jouw afspraak is of regels. Ja. Neem je dit dan mee naar huis? Tuurlijk neem ik dat mee naar huis. Ja, tuurlijk. Mijn werk is altijd persoonlijk. Ja? Ik heb nog nooit een dag gewerkt en gedacht, zo... naar huis en ik sluit het af en nu ben ik gewoon Evie en ben ik gewoon thuis. Dus je hebt eigenlijk geen afstand tot je onderwerpen? Of? Nee, want ik zit daar ook als mezelf. Dus ja, nee, dat, natuurlijk neem ik dat mee naar huis. En daar ben ik niet blij mee. Nee? Nee. Toen was ik niet blij, nee. Echt niet. En dan krijg je ineens heel veel vuur van buitenaf over je heen. Ja. Daar heb ik wel vaker dicht bij de barbecue gestaan. Maar het is altijd irritant. Ja, had je maar een beroep moeten kiezen, hè? Weet ik. Ja, geitenboerin. Nou, daar fantaseer ik dan wel eens over. Ja? Op dat soort momenten is die natuurlijk maximaal. Dat je denkt, van waarvoor doe ik dit? Ik kan ook geiten melken de hele dag. Ja. En die dieren verzorgen. Dan een beetje een boerderij schoonmaken. Heerlijk huiselijk maken. Dat soort dingen. Met mijn kleine boyen. Ja, en dat duurt dan totdat ik weer naar mijn werk ga. En dan ga ik weer aan het werk. Ja. Gevangen in ambitie, jij. Ik zou het niet als gevangen omschrijven. Jongens, ik vond het een hele fijne, enerverende dag. Cheers. Ja. Cheers.